Zeg Jan, we zagen net Frans Bauer vereeuwigd in Lego steentjes. Was dat niet wat voor jou geweest? Ja, alleen ze hebben het mij niet gevraagd. Valt een beetje tegen. Nee. Nee, dat is hartstikke leuk. Het is weer eens iets anders. Ik heb volgens mij Frans ook een wassenbeeld bij Madame Tussaud. Maar dit is toch wel echt iets wat je ook zelf in principe zou kunnen maken. Dus ik weet niet of ze die tekening nog hebben liggen van Frans. Dan, ben je handig met Lego? Vroeger heb ik heel wat afgelegoed. Maar nu niet meer? Ja, je maakt er niet zoveel tijd meer voor vrij, hè? Je doet andere dingen. Je hebt inmiddels weer een kleine, dus wat dat betreft. Ja, maar ja, voordat die kan Lego, dan zijn we nog even verder. Ik ben heel druk bezig met mijn studiowerk voor het najaar. En met een nieuwe show die ook in het najaar te zien zal zijn bij de Tros. Dus ik wacht het even af. Ik heb in principe niks gepland. We gaan natuurlijk wel met de zomer voorbij 10 dagen weer weg met de jongens. Dus dat is al één grote vakantie. Met weer een heleboel mooie gasten. Zoals? Heel divers. Nee, we noemen geen namen. Dat is ons geheim elk jaar. En dat gaat al 5 jaar goed en ook dit jaar. Maar we gaan wel naar Spanje en Portugal. Dus dat is wel lekker. En ik hoop dat het daar niet regent. Nou, we waren al in Spanje geweest. En we hebben toch nog niet alles gezien. Dus we beginnen ergens in Spanje. Waaruit we dan naar Portugal kunnen. Ik zei het al, ik ben bezig met nieuw studiowerk voor dit najaar. Kunnen we inderdaad ook in het najaar het nieuwe album verwachten? Daar kan ik niet te veel over zeggen, maar er komt wel wat nieuws. Daar moet je het mee doen. Wat nieuws kan natuurlijk heel veel zijn. Ja, er komt nieuwe muziek. Maar goed, dat zijn we nu aan het maken. Dat kun je natuurlijk ook 2014 uitbrengen. In principe. Alles kan. Alles kan. Kan ook in 2013. Misschien wel 2012. Ja, ik hou van verrassingen dus.